Dag dames en heren en welkom bij de 7e aflevering van de derde helft. Met vandaag bij mij aan tafel Johnny Hogeland. Verruilde een bestaan in Zeeland voor een bestaan in Oostenrijk als pensioenhouder. Geen wielrenner dus meer, maar gasten over de vloer. Naast hem Tim van den Broeke. Hij hoort sinds kort tot een illuster rijtje Zeeuwen die de 10 kilometer binnen de 30 minuten hebben gelopen. En droomt in de toekomst van het winnen van de kustmarathon. En rechts van mij de voetballers van Hoek. Aanvoerder en topscorer zijn Regilio van der Pitten en Kyle Doesburg. Ze draaien perfect met Hoek en waar kan dat toe gaan leiden dit seizoen? Daar gaan we het over hebben. Maar we beginnen natuurlijk met het nieuws van het afgelopen weekend. Johnny, weinig gezien begreep ik hè? Ja, we stonden 3 dagen op de beurs in Utrecht. De fiets- en wandelbeurs, combinatie met de Bike Motion dus. Ja, ik heb wel even met een schijnoog de 2 openingsklassiekers gezien in België. Nu over de rest eigenlijk niks. Nee, en dus gaan we het hebben over een wedstrijd die niet doorging. Ja, Ajax-Pek was het of was het Ajax-Pek? Ajax-Pek ging natuurlijk niet door. Ja, veel over gezegd. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel begrijp. Dat ze het niet door hebben laten gaan voor Ajax om wat meer rust te geven. Alleen, dan hoor je het ook weer dat het een beetje op een lullige manier is gegaan. Dus ja, dat weet je natuurlijk niet precies hoe het gegaan is. Ja. En daarom was Pek waarschijnlijk wat gepikeerd. Maar jij bent iemand die de Tour de France heeft gefietst, altijd elke dag moest fietsen, kilometers lang. En dan ben jij voor 3 dagen extra rust voor de voetballers. Ja, ik denk dat het appels met peren vergelijken is eigenlijk. Want natuurlijk, voetballers worden heel snel als mietjes bestempeld omdat ze weinig wedstrijden kunnen spelen. Maar ik ken toevallig goed de vader van Donny van der Beek. Die is zo'n fanatieke fietsliefhebber en zij doen er heel veel voor. En het is niet te vergelijken, die 2 sporten. Dus en ja, ik vind... Ik kan het wel begrijpen. Tim, jouw nieuws. Tony van Diepen op het EK atletiek en indoor atletiek in Glasgow. Fantastisch. Ja. Is daar derde geworden. Op de 400 meter? De 400 meter inderdaad, in een fantastische race. En dan zie je die jongen, die zie je dat laatste stuk zie je over de finish heen duiken. Om ja, zo'n sprong maakte die om het te redden. Ja, precies, om uiteindelijk voor zijn tegenstander te komen. Nou, dat vond ik fantastisch, ja. Ken je hem persoonlijk? Niet persoonlijk. Ja, ik heb er wel wedstrijden tegen gelopen, maar daar blijft het dan bij met Roy en Doei. Ja, maar genieten van zijn prestatie. Ja, zeker. Ja. Ja. Kel, wat is jou opgevallen? Afgelopen weekend veel derbies, waaronder ook de London Derby, Tottenham tegen Arsenal. Veel bewogen wedstrijd en heel veel gebeurt ook. En het eindigde uiteindelijk in 1-1. Ja, wat opvallend was, is dat de trainer van Arsenal Aubameyang op de bank zette, Torreira op de bank zette, Özil op de bank zette. Ja, het zijn eigenlijk 3 spelers die redelijk bepalend zijn binnen Arsenal. En ze kwamen dan eerst zelf wel op voorsprong, ondanks dat we alle 3 er niet speelden. Tweede half kwamen ze er toch in en hadden ze toch een belangrijke rol. Torreira pakt de rode kaart en Aubameyang mist in de 90ste minuut de penalty. Waardoor het eigenlijk 1-1 blijft. Het gerucht gaat dat ze niet hun best deden op de training, dat ze er daarom naast stonden. Wat moet doen met sterspelers die hun best niet doen? Ik weet niet of je altijd naar een trainingsniveau moet kijken. Er zijn spelers die op een rustigere manier trainen om zaterdag het beste niveau te halen. Dat zie je eigenlijk op elk niveau. Ja. Maar goed, trainen maakt zijn keuzes. Is Kel zo'n speler, Regilio, die wel eens op de training wat rustiger aan doet? Ja, die is wel op de handrem. Okay. Jouw nieuws van het weekend? Ja, toch om in het voetbalwereldje te blijven. De Classico weer opnieuw. Real, Barça. Ja, mensen vragen vaak aan mij van voor welke voetbalclub ben je nou? Ja, dan zeg ik van ik ben niet voor Ajax, ook niet voor PSV, ook niet voor Feyenoord. Het is gewoon 1 club, dat is Barça. En misschien statistiek is ook wel leuk. Volgens mij 95-95 was het nog voor dit weekend. Dat Real in het voordeel stond. En nu met deze overwinning heeft Barça meer wedstrijden gewonnen. Ja. Dus ik vind het wel lekker. Ik denk dat wel de meest bijzondere wedstrijd is die er de afgelopen jaren wordt gespeeld steeds opnieuw. En de beste voetbalclub in jouw ogen dus, Barcelona. Ja, zeker, absoluut. Ja, ja, ja. Oké, we gaan het hebben over de move die Johnny Hogeland heeft gemaakt. Want het zou niet hebben misstaan in een aflevering van Ik Vertrek. Een profrenner die verkast naar Oostenrijk. In 2017 werd het besluit genomen en toen moesten dus de dochters van Johnny Hogeland op taalles. Kun je al een beetje Oostenrijks praten? Ja. Hoe dan? Kuskot. Wat betekent dat? Hoi. Echt? Nee. Jawel, dat heb je helemaal goed. En wat betekent doei? Doei. Dat kan Tess ook. Tess, wat is doei? Tjus. Tjus. Kunnen we hier een Nederlands spreken, Johnny, of is het in Duits? Dat gaat prima. Hoe kunnen ze het nu, de meiden? Ja, Sadie zit nu precies een jaar op school.
En die praat vloeiend Duits. Eigenlijk praat ze al Kentnerisch, dus dialect daar. En Tess gaat sinds 3 weken naar school. Ja, die had het ook zo onder de knie hebben. Ja, ik vind dat leuk om te zien hoe snel ze dan een tweede taal leren. En ik denk voor de toekomst is het ook alleen maar goed. En hoe gaat het met papa zijn taal? Ja, mijn Duits was redelijk. En dat wordt nu natuurlijk ook snel goed. Ja. Dus dat gaat prima. Hoe bevalt het daar? Want het is natuurlijk een flinke stap die jullie hebben genomen. En het was ook wel iets wat jullie al langer van plan waren. Ja, wij wilden eigenlijk altijd wel naar het buitenland. Ik ben natuurlijk... op alle continenten heb ik gefietst. En ja, voor mij was de wereld niet zo groot. Want je bent overal zo. En ja, we hadden gewoon de wens om iets in het buitenland te starten. En toen ik dan in 2016 besloot om te stoppen, hebben we gewoon in alle rust nagedacht. Wat zou voor ons een goede plek zijn? Waar hebben ze goede scholen voor kinderen? Waar kunnen we iets nieuws beginnen? Ook met fietsen. En ja, toen werd het Oostenrijk. Ook omdat Gerda heel vaak op de Waaijzezee was. En zij was gewoon eigenlijk verliefd op Oostenrijk. Ja, Gerda, jouw vrouw. Je hebt ons wat foto's en video's van jullie pension toegestuurd. Hier zien we de familie en de omgeving en jullie pension. Zijn er ook dingen die tegen zijn gevallen toen je daar kwam? Ja, we hebben vanaf half januari tot half mei eigenlijk verbouwd. En dat duurde allemaal wat langer dan gepland. Ja, best wel wat problemen, maar ja, dat ben ik nu eigenlijk wel weer vergeten. Als je dan eenmaal bezig bent en in oktober moet ik zeggen, afgelopen oktober waren we wel kapot van het hele jaar. Het is natuurlijk emigreren, verbouwen, iets opstarten is niet heel makkelijk. Kinderen die in een andere school moeten. Alleen nu we dan wat rust hebben in de winter en ik lekker met mijn dochter af en toe ga skiën, dan ben je het heel snel vergeten. Ja, en ben jij kamermeisje, barkeeper? Wat doe je in de tussel? We doen eigenlijk bijna alles met z'n tweeën. Ger en ik doen eigenlijk bijna alles met z'n tweeën. We hebben in de zomer 2 uur per dag hulp bij het schoonmaken. En ja, als je iets opstart, moet je geld verdienen. Dus wij proberen zoveel mogelijk zelf te doen, dat we natuurlijk zoveel mogelijk overhouden. Ja, nou zou je zeggen, het is de tijd van het skiën en er zit Johnny in Nederland. Is het geen hoogseizoen bij jullie? Ja, wij zijn eigenlijk meer een zomertoeristengebied. Wij zitten aan de Wurtzee. De Wurtzee is in de zomer 28 graden. En in Oostenrijk is het eigenlijk, waar wij zitten, Velden en Wurtzee, is eigenlijk de plaats waar heel veel mensen in Oostenrijk naartoe gaan. Dat is eigenlijk, ja, rond de meer in Carinthië zijn, is eigenlijk de vakantieplek voor Oostenrijk. En het skiën, ja, we kunnen een kwartiertje in de auto en ik zit in de lift. Alleen het is niet echt een wintersportgebied. We gaan volgend jaar wel 5 weken open in de winter, omdat het makkelijk kan en we hebben genoeg mogelijkheden om te skiën. Maar het is niet zo dat wij onze pension uitlopen en de lift instappen, dat is bij ons niet zo. Nee, je was een renner, een bekende renner in Nederland. Misschien wel een van de bekendste. Kennen jullie hem trouwens, een man uit de wielertijd, Keil? Van Naam. Ik heb hem zeker, qua naam ken ik hem. Ja, jij ook, Regilio? Ja, Van Naam. Het is niet dat ik me heel erg heb verdiept in de wielersport. Maar als zijn naam zegt me wel wat. Doen. Ja, waarom zou hij dat moeten doen? Schitterende sport. Ja. Wat maakt voor ik jou... Ik moet er zelf al moe van als ik eraan denk, maar... maar wel, ik ga eens even researchen, zeker waar. Ja, want jij bent wel heel erg geïnteresseerd in voetbal. Maar wat vind jij zo mooi aan de wielersport dat je zegt van je zou je erin moeten verdiepen? Ja, ik denk gewoon als je in Zeeland woont dan, en je pakt dan je fiets. Ja, net zoals nu, ik ben nu vanuit Goes naar hier gereden. Er stond de windkracht 8 tegen. Maar ja, het is toch heerlijk. Hier in Zeeland is toch heerlijk fietsen. Ja. Dus. Mis je dat? Ja, natuurlijk mis ik Zeeland wel, want al onze vrienden en familie wonen hier natuurlijk. Vrienden hou je, ook al woon je 1000 kilometer verder weg. Maar ja, natuurlijk mis ik Zeeland wel eens. Ja, Tim, toen ik tegen jou zei dat Johnny er vandaag was, toen zei je gaaf, want jij hebt hem ook gevolgd. Ja, ik heb hem gevolgd en zeker vanaf zijn eerste tijden in de eerste ploeg ook weer Vakantsoleil, klopt dat? Nou, vanaf die tijden en dan volgde ik de tour en toen kreeg je dat akkefietje met het prikkeldraad. En vanaf dat moment was je eigenlijk echt wel een... dat ik dacht, wauw. Dat je dan na zo'n val nog steeds gewoon doorrijdt. Dat had ik wel echt... vond ik wel echt petje af. Zeg. Ja, Johnny, ik had hem voor vandaag niet op mijn lijstje staan, het prikkeldraad. Maar overal waar jij komt gaat, het er nog altijd over, denk ik. Hè? Ja, dat hou ik. En ja, ik vind het ook prima eigenlijk. Maar niet zoveel uit. Vorige week, ik had een testabonnement genomen op een krant bij ons in de regio. En toen werd ik vorige week een paar keer gebeld. Dus ik dacht, ja, dat is reclame. En ik stond de ene dag stond ik met mijn dochter op de piste. De andere dag was ik een beetje aan het verbouwen thuis. En toen ineens ging ik zondag een klein stukje fietsen. En toen belde hij me ook op zondag. Ik dacht, ja, nu moet ik toch eens opnemen. Was het een journalist. En
Die had mij dus ook gevonden op een of andere manier. En die stond dus maandags in de krant bij ons in de regio. 2 pagina's artikel. Maar dat ging natuurlijk ook weer over de prikkeldraad. Ja, daar kent iedereen mij van. Ja. Toen kwam mijn buurman naar me toe en zegt, was jij dat? Hij zegt, hey, ik kan me dat nog zo goed herinneren. Dus ja, dat beeld is over heel de wereld gegaan. Iedereen heeft dat gezien die geïnteresseerd is in sport. Dus ja, dat hoort bij mij. Ja. Je bent nog wel met fietsen bezig daar ook, want je organiseert ook fietstochten, heb ik begrepen. Komen mensen dan voor de toppers Johnny Hoogeland daar ook naartoe? Ja, wij krijgen toch een bepaald publiek bij ons. Mensen die actief zijn, je kunt bij ons zoveel kanten op. Je kunt lekker wandelen. In de zomer geven de mensen ook een kaart dat ze heel veel attracties gratis kunnen doen. En met de liften in de zomer de berg omhoog kunnen. Dus wij krijgen toch mensen bij ons die echt actief erop uitgaan. Maar ook veel mensen die gewoon de racefiets meenemen. En ja, dat vind ik superleuk. En ik vind ook, dat was voor ons ook een uitdaging. Carinthië is niet zo bekend als fietsgebied. Alleen je kunt er zo schitterend fietsen. En ja, wij zien het als een uitdaging om dat echt aan de mensen te laten zien. Ja. Mis je het fietsen zelf als prof? Of, Nee, absoluut niet. Nee? Nee? 2016 gestopt en dat heb je echt achter je gelaten. Ja, was prima. Ik vorig jaar had het heel druk met de verbouwing en natuurlijk ons bedrijf opbouwen. Toen heb ik nauwelijks gefietst. Dat miste ik wel, fietsen. Doe je dochters daar ook aan sport? Ja, ze zijn lid van de vereniging bij ons in het dorp. Wielrennen? Ja, ze doen in de winter gaan ze in de hal. Want in de winter is het moeilijk fietsen in de wintermaanden. En gaan ze in de hal, doen ze turnen enzovoort. En in de zomer, nu gaat ze voor het eerst met de mountainbike met de fietsclub mee. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat vindt. Kinderen die sporten, wij kijken er ook graag naar in de derde helft. Deze week zijn we geweest in Zierikzee bij team Zeltech. Hallo, ik ben Noah, ik ben 13 jaar oud en ik kom hier uit Zierikzee. Ik zit hier op team Zeltech nu. En ik vind deze sport en deze vereniging zelf heel belangrijk, omdat je hier leert respectvol met elkaar om te gaan en zelfverdediging. En ja, dat vind ik het tofste aan deze sport ook, aan kickboksen. Hoek, hoek, low kick, doe maar. Goed zo. Hoek, hoek, low kick, nog een keer. Ja. Goed zo. Midkick. Hoppakee. Die moet je niet tegenkomen op straat. De kinderen van team Zeltech. 10 kilometer lopen binnen een half uur. Het is een prestatie die maar weinig provinciegenoten gegeven is. Sterker nog, 25 jaar lang gebeurde het helemaal niet. Tot afgelopen februari, vorige maand dus. Tim van den Broeke, voor het eerst van je leven 10 kilometer binnen een half uur. Wat doet dat met een atleet? Ja, dat was eigenlijk wel echt een droomdoel voor mij, om heel eerlijk te zijn. Dus daar droom je eigenlijk als een jong ventje, droom je daarvan. En dan op een of andere manier, eigenlijk heb je het helemaal niet gepland. In je planning vooraf. Want je was niet in topvorm of zo? Of? Jawel, nee, maar ik heb het dan over de planning van tevoren, zeg maar. Vorig jaar augustus, daar plan je helemaal niet op. En uiteindelijk kom je daar dan wel op uit. En dat is gewoon ja, heel mooi om dat dan uiteindelijk te doen. Ja. Dat je totaal niet verwacht. En val je dan in een zwart gat als je dat eenmaal bereikt hebt? Van, nou ja. Nu heb ik mijn carrière voltooid? nee, zo nog niet. Maar het is wel even, ik ben altijd, op het moment dat je een succes behaalt, dan moet je dat vieren. En dat vieren, dat heb ik dan wel even goed gedaan, laat ik het zo zeggen. Ja. En dan dat vieren heb ik dan ook weer nodig om nieuwe doelen te stellen. En uiteindelijk dus ook die doelen dan te gemotiveerd worden om die doelen te halen. En daar ben ik op dit moment nog mee bezig, laat ik het zo zeggen. Jouw vader is ook een goede atleet geweest. Hij loopt nog altijd, maar heeft hij 10 kilometer net niet in een half uur gelopen? Was hij wel blij voor je of denkt hij van, had ik het ook maar kunnen doen? Ja, zeker. Die was hartstikke trots, joh. Dat is volgens mij een van mijn grootste supporters. En vooraf was het plan in de vorig jaar augustus was het plan eigenlijk, ik wil 30-26 lopen of eigenlijk harder dan dat. Want dat was zijn tijd. Dat was zijn tijd, inderdaad. En het moment dat je dat dan hebt gehaald en je hebt er voorbij gestreefd, dan is dat wel heel leuk. In ieder geval, het lijkt mij heel, heel gaaf om als vader zijn te zien dat jouw zoon of dochter iets presteert wat jij niet hebt gedaan. En dat is mooi, denk ik. Dus die was hartstikke trots. Ja, dat geloof ik. En hoe lang was dat terug dat je vader die 30-26 liep?
Ja, nu moet ik een gokje wagen, maar ik gok dat het 1993 was. En was het toen ook anders? Dat het, ja, als je natuurlijk 20 jaar terug in het fietsen zo hard reed in de tijd bijvoorbeeld, dan was dat knap omdat het materiaal ook minder was. Is dat bij het lopen ook zo in de jaren veranderd? Of? Nou ja, het materiaal is zeker veranderd bij het lopen. Alleen binnen het lopen heb je veel minder effect vanuit het materiaal. Dus wat dat betreft zijn er zeker dingen veranderd binnen het lopen, maar niet zulke grote dingen dat het echt tientallen procenten scheelt, laat ik het zo zeggen. In hoeverre ben jij een professioneel sporter? In hoeverre, eigenlijk, ik verdien er niet veel geld mee, eigenlijk niet zoveel. Dus wat dat betreft ben ik niet professioneel sporter. Aan de andere kant, als je gaat kijken hoe mijn leven is ingericht, dan kan je wel bijna zeggen dat ik er eigenlijk 24/7 mee bezig ben. En dat vind ik juist een heel mooi iets, laat ik het zo zeggen. Ja, waar blijkt dat uit? Veel elke dag trainen, dingen voor laten? Vorig jaar ben ik afgestudeerd in Maastricht, aan de universiteit. En toen had ik de kans om verschillende dingen te doen. Of ik ging fulltime werken, of ik koos voor de sport. Toen heb ik voor het tweede gekozen. En nu werk ik dus parttime op de Hogeschool Zeeland, als docent daar zo. En ik heb daarvoor gekozen zodat ik naast een parttime baan, dus kan lopen. En ik train dan nog daarnaast tussen de 6, 7 tot 10 keer in de week. Waarbij je eigenlijk gemiddeld op 8, 9 zit. En dan ligt het een klein beetje aan in wat voor week je zit en wat voor periode je zit. Ja, hier zien we beelden van dynamica. Daar geef je ook wel training aan sommige hardlopers, hè? Nou, nee, eigenlijk niet. Okay, dat was toevallig inderdaad. De trainster die normaal voor de groep staat, die kon die donderdagavond niet. Okay. Toen hadden ze aan mij gevraagd, goh, wil jij dan de training geven? Ik zei, nou prima, weet je. Dan doen we een korte warming-up en dan zij heeft gewoon de schema's gegeven. Dat is ook mijn trainster, zeg maar, die voor de groep normaal staat. Wie is dat? Anjuli Engels. Anjuli Engels, ja. Bekende atleet. Bekende atleet hier in het Zeeuwse, inderdaad. Ja. Regilio, 10 kilometer binnen een half uur. Kun je er iets bij voorstellen? Beter dan mijn buurman vragen. Want die is sneller. Ja, zeker op de korte meter. Nee, ik kan. Weet je, ik denk dat ik als middenvelder ook wel lange afstanden moet lopen. Maar 10 kilometer binnen een half uur, dat is me toch wel iets te veel gevraagd. Ja. Hebben jullie ook wel eens duur lopen, dat je lang achter elkaar moet lopen? Op de training doe je dat vaak in de voorbereiding. In het seizoen zelf ben je daar niet zo heel veel mee bezig. Dan werk je vaak in bepaalde periodes met periodisering, zeg maar. Maar het is niet zo dat wij nu nog steeds hele lange afstanden gaan lopen om onze conditie op peil te houden. Ja. Kyle, jij staat bekend om je snelheid op de eerste meters. Hoe is dat als die meters wat meer worden, zeg maar? Nou, ik kan best constant lopen, maar ik denk dat 10 kilometer in een half uur niet mijn ding is. Nee. Jordi, ik kan me herinneren dat je ook nog wel eens hebt getraind voor de kustmarathon. Deelnemen is er volgens mij niet van gekomen. Maar hoe hard liep jij ongeveer in die tijd? Ik zou niet weten wat ik liep. Maar doe je het nog wel? Nee. Gestopt? Ja, ik liep toen eind 2016, denk ik, de tankloop. Mm-hmm. En die is 20 kilometer zeker, de tankloop? Ja, de halve marathon, denk ik. En toen liep ik volgens mij 1 in de 20 ergens. En toen heb ik een maand niet fatsoenlijk kunnen lopen. En toen heb ik een. Ik dacht, ja, hier heb ik geen zin in. Andere spieren zeiden het, hè? Ja, dat was wel gehad, hoor. Deze maand. Ik dacht, hier heb ik geen zin in. Maar het was, ik had een supergoeie conditie van het fietsen. En dan lopen is gewoon zo anders. En je moet ook echt beginnen met 10 minuten en opbouwen. En dat kon ik niet. Ik wilde gewoon zo snel mogelijk 20, 25 kilometer lopen. En ja, dat was dus. Met jouw conditie kan het ook makkelijk. Ja, qua hart en longen hingen, maar qua spieren was het een drama. Dat raak je beu. Tim, als iemand in Zeeland een goede prestatie neerzet, dan gaat het natuurlijk altijd alweer snel over die kustmarathon. Ja. Is dat voor jou ook nog een doel in de toekomst? Ja, in de toekomst is zeker een doel van mij. Dat is een van de redenen, zeg maar, dat ik loop. Uiteindelijk wil ik een keer hoog finishen daar bij die kustmarathon. Op de een of andere rare manier heeft dat een bepaalde waarde die voor mij heel belangrijk is. Ja, want het is niet voor het prijzengeld. Het is niet voor de internationale aanzien van de wedstrijd. Het is puur dat Zeeuwse gevoel wat het zich meebrengt. En ik zat laatst in dat weekend van school, dus waar ik dat ding zat te praten met iemand. En die zei, god Tim, wat is nou eigenlijk je doel? Toen vertelde ik, nou, mijn doel is de kustmarathon winnen. En toen keek hij me aan, die zei, waarom het winnen van de kustmarathon? Ik zei, nou weet je, als Zeeuw zijn, dat heeft gewoon iets. Dat heeft een stukje waarde die voor mij heel belangrijk is. En ik kan mezelf dus ook niet motiveren met, goh, wil je niet ooit een keer een EK halen of iets in die richting? Nee, ik wil gewoon iets winnen.
die kustmarathon dan. Hè? Ja. En een goede vriend van jou, Tim Pleit, heeft het gedaan. Ja, zeker. Die kent het gevoel. Ja, trainingsmaatje is dat van me. En jij hebt er wel eens op het podium gestaan, alleen is dat heel lang geleden. Dat is heel lang geleden, ja. Daar is een foto van, geloof ik. Hè? Ja, wanneer was het? Ik denk dat ik acht jaar was of zo, toen ik daar zo op het podium stond. Ja, ja. En dat was de derde plaats, dus het moet in de toekomst de eerste plaats worden. Ja, nou ja, weet je, als het derde plaats is, dan is een cirkeltje rond, maar het liefst dan twee plekjes over. Ja, ja. Een plek waar je ook vaak komt, is de kantine van Dynamica, want dat is de atletiekvereniging in Vlissingen waar Tim lid van is. En onze Gianni Tahitu is daar deze week ook langs geweest. Tijdens deze prachtige zonsondergang, het is bijna donker, zijn we aanbeland op atletiek- en duurloopvereniging Dynamica. Op een hardloopbaan staan we nu. Normaal gesproken wandel ik naar de kantine. Vandaag doen we dat natuurlijk rennend. En ik ben natuurlijk benieuwd wat voor snacks ze hebben. We gaan eens kijken. We zijn in de goede richting. Je houdt de deur gewoon voor mij open, joh. Ja. Nou, dankjewel, man. Helemaal top. Hey, goedenavond. Goedenavond, jongens. Hoe maken jullie het vandaag? Goed. Wat vinden jullie van deze kantine, van deze sportvereniging? Goed. Dat belooft wel wat goeds, toch? Ja. Lekkere snoepjes, maar ik neem aan dat dat niet echt de bedoeling is bij zo'n sportieve vereniging als dit. Goedenavond, mevrouw. Goedenavond, hallo. U bent waarschijnlijk de kantinejuffrouw van deze sportvereniging. Nou, een van de. U was volgens mij bezig met siroop inschenken. Precies. Alle jeugdleden krijgen na afloop een bekertje siroop. Dat vinden ze heerlijk. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat zo'n atletiekvereniging als dit, of überhaupt een atletiekvereniging, niet zo'n kantine had als deze. Nou, dat is ook voortgekomen uit heel veel eigen initiatief. Er zijn acties geweest om stoelen te kopen. Voor 35 euro kon ieder dan een eigen stoel. Alleen er kwam geen naamkaartje op. En zo meer. Nou, terwijl deze mevrouw op de social media zit te kijken, ga ik even kijken of zo'n gesponsorde stoel lekker zit. Ah, is wel prima, toch? Ja, prima. Jou hoor. Wat vindt u zelf van deze kantine? Op zich wel mooi, maar het plafond vind ik heel hoog. Het galmt hier heel erg, vind ik. Voelt het als een warm welkom als je hier naar binnen komt? Ja, nee, ik heb niet het idee dat ik me hier niet welkom voel, nee. Nee. En dat hebben die andere mensen hier om mij heen ook niet, volgens mij. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ken ze eigenlijk niet zo. Dus dan spreek je ze ook niet zo gauw. Er zit inderdaad iemand waar ik wel spreek. Maar die is nu net ook even in gesprek met iemand. Ja, dan ga ik er ook niet zomaar bij zitten. Misschien kan er ook nog een klein beetje iets aan deze binding van de ouders gedaan worden. Ja, een training voor de ouders ondertussen misschien. Ja. Nou, voordat we naar de decibeltest gaan, wil ik eigenlijk nog wel even de limonade proeven. Mag dat? Ja. Best waterig? Ja, nou, hij is niet zo sterk, dat moet ik zeggen. Maar wel volgens de verhouding die op de fles staat. Nou, als u daarmee verder gaat, gaan wij naar de decibeltest. Ja, ik heb even gewacht totdat de jeugd klaar is met trainen. Hebben jullie goed getraind? Ja. Ja. Ja! En hoe populair is deze kantine van Zeeland? Ja. 116,2. Dat is natuurlijk best hard, maar net niet genoeg om in onze top 3 te komen. Maar ze kunnen gelukkig een stuk beter hardlopen dan schreeuwen. We gaan verder met voetbal, want door het leiderschap van de een en de doelpunten van de ander gaat het hartstikke goed met Hoek dit seizoen. De tweede periodetitel is binnen, dus de nacompetitie is binnen. En Regilio van de Pitten en Keil Doesburg spelen daar een belangrijke rol in. Regilio, aanvoerder van Hoek. Gaat het boven jouw verwachting eigenlijk? Als je begin van het seizoen bekijkt, of tenminste in de voorbereidingen, denk je van wel. Maar gaandeweg het seizoen weet je wel van oké, er spelen wel heel veel dingen. En ook wat er is gebeurd met het ontslag van Dennis de Nooijen. Maar na de winterstop hebben we toch wel eventjes die doelstellingen bijgesteld. En ik denk dat we gewoon op de hele goede weg zijn om nu ook gewoon richting het kampioenschap te gaan. En dus gaat het in jullie kleedkamer over de tweede divisie? Ja, ja, dat gaat er zeker over. Ja. Ja. Hoe belangrijk is het in zo'n seizoen om een spits te hebben die de een naar de andere erin schiet? Ja, heel belangrijk. Kijk, ik denk dat als je zijn aandeel in de goals eraf haalt, dan vraag ik me af wie ze dan nog meer gaat maken. Maar hij doet het gewoon heel goed. Dus we zijn super blij met hem. En we hopen dat hij volgend seizoen ook nog steeds de kleuren van Hoek draagt. Huh? Maar, want je gaat naar Stedoco, of is het nog onzeker? Mijn contract volgend jaar bij Stedoco getekend. Dus volgend jaar zal ik niet voor Hoek spelen. Dus de hoop van Rico is ongegrond?
Nou, hopen kan niet altijd, maar... Het zou kunnen dat je in de derde divisie speelt en je vrienden in de tweede divisie. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat is een keuze die ik uiteindelijk misschien of niet te vroeg heb gemaakt. Maar ik ben wel iemand die man is van zijn woord. En als ik mijn woord heb gegeven aan een club, dan blijf ik daar ook achter staan. Maar er is dus wel een beetje twijfel. Nee. Of je de keuze niet te vroeg hebt gemaakt, bedoel ik. Oh, of ik de keuze niet te vroeg heb gemaakt. Nou ja, kijk, op het moment dat ik mijn contract had getekend bij Sedoco, toen stonden wij niet in de positie waarin wij nu stonden. Dat we al een tweede periode hadden. En dat we dus sowieso voor na-competitie zullen spelen. Daarentegen voetbal je eigenlijk voor jezelf ook om jezelf te ontwikkelen en voor jezelf een nieuwe uitdaging aan te gaan. En daar sta ik nog steeds achter dat ik gewoon volgend jaar voor hen zal spelen. Laten we even een paar van die doelpunten van jou bekijken. Wilson richting Doesburg. Deze gaat er toch wel in? Jazeker. Voorzet bij de tweede paal. Doesburg prima binnengekopt. Doesburg nu wel? Jazeker. Een stiftje over Jansema. Hier krijgt Keil Doesburg de bal en die schiet hem erin. En dat is toch de klasse van deze spits. Ja, we hadden nog even door kunnen gaan zo, want hoeveel zijn het er inmiddels, Keil? 18 goals volgens mij. Ja, en dat terwijl je bijna niet van ASWH, waar je vorig jaar speelde, naar Hoek was gegaan, maar naar Marokko. Klopt. Ik was ondertussen al wel terug bij Hoek. En heb ik het met Hoek erover gehad of ik vrij zou krijgen om naar Marokko te gaan. In de voorbereiding was dat. In de voorbereiding. Ja. Toen ben ik naar Al-Hoceima gegaan. Daar heb ik wedstrijden gespeeld en getraind met de selectie. En waren we eigenlijk rond voor een contract van 2 jaar. Alleen dat heeft de Marokkaanse bond tegengehouden vanwege bepaalde regels die er nodig zijn om Europese spelers naar Marokko te halen. Spat er dan een droom uiteen? Aan de ene kant wel. Aan de andere kant bijna de inzien nu ik terug ben en verschillende spelers met wie ik daar zat heb gesproken, dat het eigenlijk heel snel ook weer misging daar. Vind ik het niet zo heel erg. Ja, Regilio, het komt regelmatig voor dat de spelers van Hoek in de belangstelling staan van profclubs. Laatst weer Gianni Tibos. Zorgt dat voor onrust bij jullie of niet? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat het alleen maar mooi is voor zulke spelers als we op zo'n podium spelen, dat je ook gezien wordt door BVO's. Dus dat is alleen maar mooi. En dat gun je iemand ook. Ik denk dat je dat als kleins af aan al wilt, profvoetballer worden. Ja, als dat kan, dan is dat alleen maar mooi meegenomen natuurlijk. Heb jij die droom nog? Ja, ik ben al 29. Kijk, ergens hoop je nog. Nee, maar ik heb dat wel naast me neergelegd. Ik ben gewoon met heel veel andere dingen nu bezig. En wat dat betreft heb ik dat wel uit mijn hoofd gezegd. Ja, jij bent onder andere bezig met de voetbalschool Skills and Control. Ja. Voetbal-app aan het ontwikkelen voor jeugd. Ik wou spreken dat je daar nog een andere keer voor terugkomt dan. Want ja, is prima. Dat is mooi om de jeugd aan het sporten te krijgen. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Keil, hoe groot is de kans dat Hoek gaat promoveren? We hebben het in eigen hand. We staan nu enkele punten achter de nummer 1. Noordwijk. We hebben ze zelf nog thuis. Dus zij hebben nog lastige wedstrijden. Dus alles is eigenlijk nog mogelijk. We moeten gewoon week tot week bekijken dat wij ons niveau halen en wedstrijden zien te winnen. En dan kunnen we op de ene laatste speeldag tegen Noordwijk beslissen wie de kampioen gaat worden, denk ik. Spannend. Tim, wat is jouw doel voor de komende tijd? Hoe ziet jouw programma eruit? Mijn programma de komende tijd? Ik ga binnenkort op trainingstage naar Portugal. En daar ga ik me voorbereiden op het basisseizoen. En dan deze zomer probeer ik een 1500 in 3:45 te lopen. Kijk. Maar dat is een beetje, dat is 24 in het uur, zeg maar, op 1500 meter. Nou, dat zou ook dus flink hard mooi zijn. Ja, dat is nog harder. Johnny, waar ga je kijken dinsdagavond? Thuis. Morgenochtend rijden we naar huis. En, in Pension Hogeland kijken naar Real Ajax. Ja, en als het niet lukt, dan zoek ik ergens een café op. Want want wanneer ga je weer open met het Pension? Ja, tussen begin en half april. We zijn nog bezig met een aantal badkamers te renoveren. En dan gaan we rond die tijd op. Maar het echte seizoen begint bij ons zo rond 15 april. En dan ben je de rest van je leven in Oostenrijk of weet je het nog niet? Weet ik niet, want ja, het is niet de bedoeling om over 5 jaar terug te komen. Maar ja, je weet nooit hoe het leven loopt. Maar we zitten er nu prima. In het mooie Carinthië in Oostenrijk, Johnny Hogeland. Daarmee komen we aan het einde van deze derde helft. Ik dank u voor het kijken en natuurlijk heel graag tot volgende week.